Cardo, the dancers, Kim Raymond here on the percussion, Lil Flower front of me, guitar and composer, Morgana, the video artist, and Sheila Monster, the choreography. Sitting behind, yeah, the choreograph, like Nella. Thank you. And natuurlijk Monica, die net iedereen voorstelde. Dames en heren, dit was Gamelan Jazz. Het is nog een concept wat u nu ziet en het wordt verder uitgewerkt. En na verwachting 2011 gaan ze ermee op internationale tournee. Deze conceptproductie die verder uitgewerkt wordt. Het is voorlopig ook nog een concepttitel. Dus we wachten even af hoe Gerard het definitief gaat noemen. We gaan nog eenmaal een applaus voor alle medewerkers van Gamelan Jazz. En voor je kaart Gerard Mossert. Wanneer het definitief ook gaat toeren, want hij maakt het altijd weer heel mooi en ik weet niet, ik denk dat u ervan genoten heeft, toch? Ja, houd het zeker in de gaten. Wij gaan zo direct, ja, het is alweer tijd om te bouwen naar de volgende voorstelling. Het is de voorstelling Poëzie en Proza uit de Gordel van Smaragd door Wieteke van Dort en Yvonne Kuls. Het is een voorstelling waar een kleine toeslag voor verschuldigd is. Kaartjes kunt u zo bij de kassen in onze foyer nu kopen. We gaan dus zo ook de zaal sluiten, dat snap ik, om straks de kaarten te controleren. En de dames eventjes rustig aan het podium te laten wennen. Tot straks en dat is om 16:45.